Dit is het Wie is de Mol journaal met Wie is de Mol Pro. Yo mensen, er is veel gebeurd in de vorige aflevering. En in deze video bespreken we alle belangrijke dingen uit aflevering 3. En oh jee, het zijn er echt heel veel. De titel van de aflevering was nietszeggend. Hierbij heb ik twee kleine theorieën. Allereerst is Freesia weer heel erg weinig in beeld tijdens haar biechten. En heeft ze ook weer de minste biechttijd van alle andere kandidaten. Daarnaast liet Kim Lian in de tweede opdracht tijdens het lasergamen haar portofoon vallen. Waardoor ze niets meer kon zeggen. Shit, die verliest wat, Goed, opdracht 1. De kandidaten moesten met behulp van een voetbal en een katapult in het net schieten met 250 euro. Heeft Freesia hier iets mee te maken, aangezien zij werkt bij ESPN, de sportzender? Vervolgens is Letitia lekker aan het swingen op een muziekje alsof er geen opdrachten gespeeld hoeft te worden. Letitia, ja, die had niet zoveel haast vandaag. Hij zit er niet goed in. Kom op, Letitia. Jij kan dit tralala. Dan nog een anti-molactie van Kim in deze opdracht. Zij gaf namelijk Evron meer kracht door hem naar achteren te trekken. Waardoor de voetbal uiteindelijk in de plus 250 euro net kwam. Helaas was dit van korte duur, want meneer de stelpastoor die gooide hem daarna in het min net. Waardoor er 0 euro werd verdiend bij deze opdracht. Opdracht 2, lasergamen. Kim heeft de ideale kleding aan alsof ze al voorkennis heeft van deze opdracht. Als zij de mol zou zijn, dan zou zij natuurlijk deze kleding expres hebben uitgekozen. Daarnaast zocht ze tijdens deze opdracht heel goed naar de 4 kistjes. Helaas waren die niet van haar. Dit kan dus een anti-molactie zijn. Maar kijk eens wat ze doet in het volgende shot. In het shot zie je dus dat Kim iets laat vallen en dat lijkt heel erg op geld. Is de molactie die de productie per ongeluk is vergeten uit beeld te halen. Toen was Freesia aan de beurt. Ze leek heel fanatiek. Alleen ze richtte zich alleen maar totaal op de vijand om uit te schakelen en helemaal niet op het geld. Daarnaast heeft ze een leven weggegooid, een extra leven. Freesia. Verder heeft Letitia nog geld opgehaald. Ze twijfelde alleen of ze het wel mee moest nemen, denk ik. Het zou namelijk een molactie kunnen zijn dat ze het geld daar neer heeft gelegd. En dat ze dan gewoon zonder geld wegliep. Maar dit stukje vind ik heel verdachtig. Vervolgens Hila en Thomas die samen een kistje openen. Deze twee zijn door dit shot en door meerdere redenen niet mijn mol. En dan nog de heldhaftige Sahil die nog even in het veld blijft. Terwijl hij al geld heeft om Arno te helpen. Zodat Arno ook nog geld kon verdienen. Dit lijkt mij ook een duidelijke kandidatenactie. Opdracht 3. Freesia denkt dat ze een andere kandidaat heeft gevonden. Al kan Letitia best een mol zijn. En stel zij is de mol, dan doet ze expres vertrouwen winnen. Zodat het lijkt alsof ze niet de mol is. Daarnaast komt er toch geen geld in de pot. En dan komen we uit bij een laatste anti-molactie richting Kim. Als wel moet namelijk haar zakje laten vallen op de 1500 euro, doet Kim precies hetzelfde. Het kan zijn dat Kim kandidaat is en het ook al wilde doen. Maar als zij de mol is, dan zou het heel slim zijn geweest dat toen ze zag dat Welmoed ook het zakje liet vallen, dat zij snel ook haar zakje liet vallen. Zodat zij uiteindelijk de vertrouwen van Welmoed wint en van ons, de kijkers. Goed, wat een informatie deze aflevering allemaal. Mijn gevoel zegt na deze aflevering te hebben gezien dat het Freesia is. Ik ga de komende afleveringen al in op haar. Het kan een Ron gevoel zijn, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Heb jij nog een suggestie of hint? Laat het me weten in mijn Instagram DM of hieronder de video. Dan zeg ik voor nu bedankt voor het kijken, abonneer voor meer en tot de volgende keer.